Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wordt een hele lange video met kerstupdates, maar ook met updates over Boomba Circus en nog veel meer. Dus blijf zeker kijken. Besneeuwde kerstbomen en een super grote kerstboom. Er staat natuurlijk zoals elk jaar weer een super toffe slee om mooie foto's in te maken. Een grote update op het dorp zijn, want daar zijn allemaal nieuwe speakers geplaatst. Is iets goed, een doosje van Swappie. Ik heb mijn nieuwe telefoon, de iPhone 12, gekocht bij Swappie. Het is supergoed, redelijk goedkoop en het is super goede kwaliteit. Dus de kwaliteit van video's gaat nu veel beter worden, want deze telefoon kan zelfs in de nacht goed filmen. En dan schakelen we nu over naar de iPhone 12. Voilà, je ziet het, een veel betere kwaliteit. We gaan verder met de video. En op het dorpje staat een kleine kerstboom. En hier achter mij staat een bus. Het lijkt meer een Halloween bus tijdens kerst. Heel raar, maar er staat toch zo'n meer verroeste bus. Ik snap niet waarom dat ze dat doen, maar ja, er staat een bus. En bij elke verlichtingspaal op het dorpsplein staat nu een kerstboom en hangt er een kerstkrans. En we zien dat er op het dorpsplein heel veel fonteinen het niet doen. Die drie daar doen het niet. Die daar, ja, het doen we echt heel veel. Oh, en die spuit dan veel te hoog. En we zijn nu in het piratengedeelte, maar hier staat eigenlijk maar één kerstman en dat is het. Hier is niet echt decoratie van kerstmis. En de piratengril, die is gereserveerd door een groep van die mensen met instrumenten. Weet jij wat? Fanfare. Omdat die zo de intrede van de Sint, daar spelen die met hun instrumenten. En daarom is het afgehuurd, dat is dus voor hun. We gaan nu naar Anubis. Hier op het hele huis Anubis zijn er dus allemaal lampjes geplaatst. En die geven een super toffe lichtshow als het zo donker begint te worden. Dus dat is zeker de moeite om hier eens naartoe te gaan als het donker is. Want er is hier zo watervaleffect en allemaal toffe dingen. Maar wij gaan nu naar... Prinsessia. Oké, vergeet wat ik zei. We gaan nu richting Wiekeland en dan zo naar Boomba Circus. Maar als je richting Wiekeland loopt, zie je allemaal lampjes boven je hoofd. En natuurlijk staan deze nu nog niet aan, maar straks staan ze aan en is het echt super mooi. Dan zitten er allemaal lampjes boven je hoofd en is dat zo'n kleine lichtshow dat hier is. En Wiekeland is de komende tijd afgesloten. Dus als je naar Plopsaland komt, moet je gewoon weten dat je niet naar Wiekeland kan. Want Splash Battle is in onderhoud en de Grote Golf is in onderhoud. En je ziet het hier ook, hè, twee hekken. Dus je kan echt niet in Wiekeland gaan, want de Grote Golf... en de Splash Battle zijn allebei in onderhoud. En de Wienerwals is nu gesloten wegens technische controle. Dat was gisteren ook al de hele dag. Maar de Balloon Race die is dan weer wel open. Dus het is precies dat ze afwisselen. Ja, dat is er dus allemaal nog Sinterklaas. En vanaf dat de Sint is gekomen, 6 december, dan gaat het hier ook kerst... allemaal kerstdingen staan, maar nu is het toch Sinterklaas. En hier links van de spiegeltent zijn ze nu bezig met verder doeken hangen en decoreren, want dat was nog niet af. Ze zijn nu een beetje aan het afwerken. En Boomba Circus, net zoals Maaieland, daar wordt gewoon niks gedecoreerd van kerst. Dat is hier gewoon nog steeds Boomba Circus. Tegenwoordig krijg je nu als 16-jarige bij de Kidsbox geen tekening meer, maar krijg je gewoon twee doosjes potloden. En tussen Boomba Circus, Big & Betsy en Bos van Plop is er nu een rokerszone geplaatst. En dus overal in het park is het zo de normale muziek en dan zit er één kerstliedje tussen. Dus ja, hier bij Big & Betsy is dat ook. Thank you.
En ik weet niet wat ze hier bij Plopsaqua aan het maken zijn. Maar ja, ik zal mijn houten paletten, maar het zal wel niks speciaals zijn. We gaan nu door naar het dorpsplein en dan gaan we zo naar Ride to Happiness en zo die tour doen. En ik ben nu bij Ride to Happiness en hier staat één ja, licht kerstboom, maar voor de rest staat hier ook niks. En hier in de ploptuin staat er ook alleen maar een kerstman en dat is het. Dat is wel een beetje spijtig, want hier lopen heel veel kinderen en die willen natuurlijk overal lampjes zien, maar hier zijn dan geen lampjes. En dan bij Anubis, waar er juist tieners zijn, zijn er dan weer wel lampjes. Dus het is een beetje heel raar, maar ja, er staat toch een kerstman. En deze plankjes zien er zo heel geverfd uit, of ze hebben er met water over geweest. Het ziet er wel zo precies heel nieuw uit. En hier bij de rookzone op het kasteelplein hebben ze nu een veel groter bord met rookzone geplaatst. En op het kasteelplein staat er niet echt kerstmisdecoratie, maar hier op de weg van kasteel naar Heidi staan er wel een paar besneeuwde kerstbomen. Alleen zitten hier nog geen kerstballen of lampjes in. En hier in Heidi staan er ook een paar besneeuwde kerstbomen, alleen zitten hier dus nog steeds geen ballen en lampjes in. Ja, en het mannetje gaat nog steeds niet heen en weer, dus daar moet ook eens even naar gekeken worden. En hier bij Heidi, bij zo het overgedekte gedeelte, zijn ze nu iets van kerststal aan het maken ofzo. Daar bij Heidi, zo waar bij Halloween Krampus was, zijn ze nu zo gouden dingetjes naar boven aan het brengen. Misschien komt er wel een kerstmis, Halloween spookhuis, ik weet het niet, maar ik ben benieuwd. Hier bij het mega mindy gebied is de muziek veranderd, maar voor de rest staat er geen kerstdecoratie. En hier bij K3 staat er alleen maar een kerstman en voor de rest staat er ook niet echt iets speciaals voor kerstmis. En hier op het Ketnet gedeelte staat er weer wel iets tofs, een kerstboom in thema van Ketnet. Hier bij de nachtzagsflyer is er geen kerstdecoratie. Bij Prinses ja, zijn er twee updates. De eerste is dat er ook dus kerstmuziek draait. En we hebben eigenlijk al heel het park gehad, maar blijf zeker kijken, want nu komt de Sint voorbij. Wat naast Ride Happiness is ook een nieuwe rookzone geplaatst. En we komen dus net uit de Dino Splash. We hebben een kleine storing gehad. Hier is een beeld. Bedankt voor uw medewerking. Attention, restez bien assis. Suite à des difficultés techniques, l'attraction est interrompue pour l'instant. Maar dat bankje is gewoon door twee, hier op het kasteel. Jawel, en dit was de Plopsa-update voor die. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik dacht eigenlijk persoonlijk dat er meer kerstupdates gingen zijn. Maar die zijn er nog niet, maar misschien wachten ze tot de Sint is gekomen. En gaan ze dan pas overal kerstbomen zetten. Maar dit was de video.
natuurlijk zoals elk jaar weer een super toffe idee. Bosje van Swappy, ik heb een nieuwe telefoon in mijn hoofd. Ik sta niet zo goed op beeld. En tussen Wikiland. En hier bij hij die zo op daar overdekt zit. En hier bij hij die waren ze. Grote update op het dorpsplein. Er zijn. Nee!